Dinsdag kreeg de brandweer van Vierlingsbeek een melding van een schoorsteenbrand aan de Spoorstraat. Op de bovenverdieping van de woning was rookontwikkeling. Als eerste werden de hete resten van de haard geblust. Om de schoorsteen goed te kunnen bekijken was de hoogwerker van Kuik opgeroepen. Ter voorkoming van nog meer leed werd de schoorsteen geveegd om eventuele resten te verwijderen. In Zandbeek is een nieuwe winkel geopend. Femmies taartbenodigdheden. De winkel heeft een ruim assortiment aan bakspullen. Dit bestaat uit onder andere bakvormen, marsepein, fondant, bakmixen en uitstekers. Producten kunnen via de webshop besteld worden. Of u gaat langs op de oude veranda 6 in Zandbeek. De winkel is geopend op dinsdag tot en met vrijdag van 1 tot 5 en zaterdag van 10 tot 5.